Zeker, 10-jarig jubileum was een perfect moment. Ja, ik kan me voorstellen dat u natuurlijk ook de aantallen kent. En met het lezen en schrijven, vooral het lezen met kinderen, dit erg aanmoedigt. En was dat ook de reden dat u zei, ja, dit wil ik doen? Ja, ik vind het altijd leuk om weer nieuwe dingen te proberen en in jezelf ook uit te dagen. En nou, gelukkig was ik met een hele bekwame illustrator en hebben we dat heel mooi samen gedaan. Maar het was inderdaad, ja, het belangrijke is met lezen en schrijven en het voorlezen is dat je dat samen doet binnen het gezin. En dus daarom was deze actie is natuurlijk ook zo belangrijk, dat je dat boek op zo'n laagdrempelige manier in dat gezin brengt. Want om het alleen te leren bij kinderen, dat gaat dus niet. Want als je dan ook nog thuis ouders hebt die misschien minder snel een boek pakken, en het Sinterklaasfeest leent zich daar natuurlijk ontzettend voor, want dat gaat over samen. Zo is het. Een rijke fantasie heeft u, dat weten we, van de musicals inmiddels en andere kinderboeken die u maakt. Hoe bent u begonnen met het Sinterklaasverhaal? Net als Nagik, was het ook zo moeilijk voor u? Nou ja, hoe ik naar de wereld kijk met Mr. Finney, dat is nu eenmaal wat in me zit. Dus het was bij mij wel duidelijk meteen dat het ging over het anders doen en anders met papier omgaan en dat het iets met dat milieu moest. En weer te denken vanuit dat kind dat samen zit met de ouders en dan ga je denken, waar wil ik eigenlijk dat ze het over hebben? Ja, toen begon het. En durven er ook mensen u te corrigeren als het gaat om het verhaal? Ja, natuurlijk. Nou sterker, ik zoek dat heel erg op. En ik zeg ook, dat mag Jan misschien gaat iets heel anders zeggen. Dat weet ik niet. Maar en ook de samenwerking met Erik Holman was geweldig. Ik wil dat ook, want je moet samen gewoon een product maken dat goed is. En dan moet je vooral niet voorzichtig met elkaar omgaan. Want juist dat ene woord moet gewoon weg. Nou, prima, doen we het weg. Wat beter is, dat is het beste.